Hey allemaal, welkom bij de tweede video voor de Force Shooter. We zijn nog steeds in Unity en we hebben net al onze dingetjes ingeladen die we nodig hebben voor ons project. En we gaan even kijken wat het allemaal inhoudt. Dus we zitten nu nog in onze sample scène, wat we gedownload hebben met het project. En we willen eigenlijk over gaan stappen naar onze eigen scènes, zodat we voor de eerste opdracht een menu kunnen maken en vast kunnen gaan wennen aan de oefeningen. Er zit van alles in. We hebben hier een aantal dingetjes meegekregen om het project te laten draaien. En ze zitten eigenlijk allemaal al samen ingesteld in een hele makkelijke scène. Dus in onze Assets Scene folder hebben we drie scenes staan. We hebben de Sample Scene, dat is degene de huidige waar we in zitten met het voorbeeld. We hebben een menu en we hebben een Force Shooter Scene. Dus laat ik even starten met het menu scène. Die kunnen we openen door gewoon hier simpel op dubbelklikken. Ik save de huidige scène niet. Ik heb niks aangepast. En we worden eigenlijk begroet door een kleine pop-up. Dit is voor de tekst op het scherm. En het enige wat we hoeven te doen is even importen klikken. Dan herstelt Unity zich weer. Want hij is een dingetje kwijt. Ploep. En dan doet hij weer. Dan zien we hier beneden weer een pop-up. We hebben de extra resources geïmport. Nou, die kunnen we clearen. Dankjewel voor het berichtje Unity. En de pop-up kan weg. Dus dit is onze scène view. En wat is onze menu scène, moet ik zeggen. Wat is onze menu scène? Onze menu scène is niks meer dan plat plaatje, een soort van velletje papier. Met daarop een logo en twee knopjes, een start en een quit knopje. Het zit hier in onze hierarchy. We hebben een camera, die kijkt naar het level. We hebben een lamp, die de scène belicht. Die kunnen we met WER, dus Move, Rotate en Scale, kunnen we die eventueel verplaatsen. En je ziet ook hier links WER, zie je deze tools hier oplichten. Dus je kan ze ook hier links selecteren. En je ziet dat de zon onder kan gaan. Als we de zon wegdraaien, wordt het nacht. Dat staat allemaal helemaal klaar. Dat is heel cool. We hebben een Global Volume daarover in de volgende video's meer info. Dus die kun je voor nu laten wat het is. En we hebben onze menu canvas. En wat is menu canvas? Dat is daadwerkelijk het menu UI. De knopjes die we in beeld zien. Dus die openknip, we hebben een logo. Die kan ik verplaatsen. We hebben een startknop. Die kan ik verplaatsen waar de starttekst even wegvalt. Maar hij zit er toch daadwerkelijk ergens op. We hebben een quit button waar ook de tekst op zit. Plup. En we hebben nog wat andere dingetjes, maar die kunnen we laten staan voor wat het is. En wat we hier met deze scène gaan doen, is dadelijk in de eerste oefening gaan we hier onze mock-up van maken. Dus gaan we onze eerste dingetjes plaatsen, oefenen met de tools. En dan gaan we hier een mooi achtergrondje in maken in dit menu. Dan hebben we nog een tweede scène, en dat is de Force Shooter scène. Hoor ik je denken, als we een menu hebben, hebben we ook een spel nodig. Dus een dubbele klik we even op die scène. En er gebeurt meteen iets heel grappigs. We krijgen hier het rode uitroeptekentje dat we niet wilden hebben. En we zien niks meer. Als ik hier op klik, dan blijven er ergens bij komen. De cijfer springt 50, 70, 29. Er is iets mis met Unity. Niet schrikken. Dit is een klein foutje in Unity. Daar kunnen wij niks aan doen. Daar kunnen jullie niks aan doen. Het enige wat we ervoor moeten doen is even één vinkje uitzetten. En dus hierbovenin hebben we een aantal functies. Daarom is dit ook grijs, onze scene view. Is dat hier staan die twee laagjes met het sterretje met een pijltje erachter. Als we die even openklikken en we zetten post-processing uit, dan wordt het weer grijs. En dan zie je ook dat hier de errors stoppen. Dus die kunnen we nu gewoon clearen. Dus nogmaals, hierbovenin de twee laagjes met het sterretje naast het oogje, zeg maar. Dan zit een pijltje. Post-processing uit. Op die manier kunnen we weer zien wat we aan het doen zijn. En is dan niks aan de hand. Kun je dit clearen en wegklikken. Dus nu hebben we onze scène. Ik zie hieronder een blauw vierkant. Dat is ons leveltje. Bloop. En daarboven zweeft het menu. Het menu is altijd heel gigantisch. Schrik niet, laat maar lekker staan. Niks meer aan de hand. Dus als ik hier even op inzoom, dan zie ik hier een vloer met een soort van dambord, schaakbord, textuur en een rood vierkant. En in dat rode vierkant staat een doel, er ligt een pijl en dan staat hier die grote paarse capsule. En dat is onze player.
Die kan ik hier selecteren en verplaatsen. Ctrl-Z werkt natuurlijk ook gewoon. En wat ik even vervelend vind, is de camera zit verkeerd. En ik wil even focussen op die player. Dus ik hou even mijn muis in het scherm en druk op F. En de F is van focus. En dan kan ik weer gewoon dichtbij komen. Zo. Dus wat hebben we hier? We hebben hier een paarse pil. Dat is onze player. Dat zijn wij. Daar zit een camera op, zoals je ziet. Die kijkt richting het target. En hij heeft een boog vast, waar ook een geluidje aan zit. Vind je deze icoontjes nou groot, kun je hier bovenin, bij het grootste, van rechts, meest rechtse pijltje, kun je die icoontjes kleiner maken. Zo, met de 3D icons. Zo, dan kan ik iets meer zien. En dit is een boog, een hele simpele boog die ik heb gemaakt. En een target die ik heb gemaakt voor jullie om, en ook een pijltje voor jullie om in ieder geval mee te testen. De bedoeling is dat aan het eind van het project jullie eigen boog is, jullie eigen target en jullie eigen pijl. Maar voor nu mogen jullie deze gebruiken, zodat jullie snel kunnen gaan testen. Dus we hebben een score in beeld, we hebben de pijl, hoeveel pijlen dat we dragen in beeld, we hebben een target en we hebben een pijl liggen die we op kunnen pakken. En dit is eigenlijk de basis van onze game. Ik ga daar even doorlopen wat hier staat. Dus als ik nu op, ik kan op play drukken hierboven en dan kunnen we hem gaan spelen. Ik ga Unity even laden. Hoppakee. En nu zie je dus dat mijn muis controleert beneden hier in de game view. Character. En ik zie hem hier in de scène view. Zie ik hem ronddraaien en kijken. Als ik dan even op escape druk en ik druk weer op de play knop, dan pauzeert hij weer. En dan zou ik hier alvast beneden kunnen spelen. Hij staat hier op play focused. Als je hem op Maximize zet en je drukt dan op Play, dan gaat hij fullscreen. Mijn muis zit los, dus ik klik even met rechtermuisknop en ik heb direct controle alsof het een first-person shooter is. Dus ik kan met WASD kan ik rondlopen, met spatie kan ik springen en ik kan met de rechtermuisknop ingedrukt houden. Kan ik horizontaal richten alsof je een sneaker bent in Skyrim ofzo. Linkermuisknop is een pijl schieten. En hij landt daar beneden. En ik kan er ook overheen lopen om hem weer terug te pakken. En ik kan ook deze extra oppakken. Dus je ziet, als ik terugschiet, dan is het wel moeilijk richten. En als ik rechtermuisknop ingedrukt houd en ik schiet dan met linkermuisknop, dan is het wat makkelijker om te schieten. Nou, het geluid is waarschijnlijk fantastisch. Dan komt dat er maar één target staat, winnen we heel makkelijk. Dus ik kan met rechtermuisknop en linkermuisknop kan precies als ik ben. Cool. Dus je zag het al. Het target reageert op onze pijlen. En als we alle targets hebben geschoten in ons level, dan winnen we. Dus des te meer targets je zet, des te moeilijker het spelletje is. De bedoeling is dat jullie er een aantal in jullie level gaan verstoppen. Dus als ik nu nog even probeer te schieten. Het target reageert op de pijl en we zijn 100% klaar. We kunnen terug naar het menu of we kunnen hem afsluiten. Alleen dat werkt natuurlijk nu nog niet. Dus we kunnen gewoon op de play-knop drukken. Krijgen we hier ook beneden weer de errors van oh, ik mag hem helemaal niet afsluiten. Clear, niks aan de hand. Dit is al voor jullie opgezet. Dus hiermee gaan we gedurende het project mee aan de slag. Hoe we dat allemaal kunnen fixen, dat het gaat werken met het menu en dergelijke, dat komt een stuk later. Voor nu, het enige dat jullie hoeven te weten is dat we een game manager hebben. Die staat zo goed in deze scène. En we hebben een menu. Hierbovenin, dat is de score. Die staat er ook al in. We hebben onze first person controller. Met Alt kan ik op een pijltje drukken en klapt die open. Er zit onze boog in. Ploep. En dan hebben we nog een post-processing volume. Dat komt ook later. We hebben ons zonlicht. Die we weer met E kunnen roteren en verplaatsen. Kun je dus zelf kiezen hoe laat je het wil hebben. Dan hebben we het target hier erin staan. Die staat ook helemaal klaar. Daar zit een target in. En dit is daadwerkelijk het raakvlak. En we hebben onze pijl. Er is nog één dingetje. En dat is het rode vlak. Dat is die van 60x60. Jullie level wat jullie daar gaan bouwen moet zich afspelen in een vlak van 60x60. Dus daar moeten jullie alle aandacht aan besteden. Hij mag wel iets erbuiten, maar probeer het zo goed mogelijk binnen die 60x60 te houden. Dat is om ervoor te zorgen dat jullie niet
een hele open wereld proberen te bouwen, omdat jullie echt qua level design gaan focussen op een klein stukje waar we specifiek doorheen moeten lopen. Cool. Dan is er één dingetje nog die ik wil aankaarten. Voordat we aan de slag gaan met het spelen van het menu, is dat je even op moet letten. Er is een verschil tussen alles wat grijs is en blauw. En dat gaan we jullie uitleggen met de daadwerkelijk het menu in elkaar zetten. Maar dat je weet dat daar een distinct onderscheid tussen zit waarom het blauw is en waarom het grijs is. Dus voor nu gaan we terug naar de menu scene. En in deze scène gaan we voor het eerst werken. Maar daarvoor zie ik jullie graag in de volgende video.